elk jaar weer die... Ja, volgens mij vindt iedereen haar echt stom nu. Ik moest gewoon wat afleiding hebben en ik had echt even niet aan mijn ouders gedacht. Mijn ouders gaan scheiden. Wat is er dan? Wat? Waarschijnlijk. Ik kan niks doen, ik kan alleen maar afwachten totdat ik... Ja, nee, dat is heel vervelend, dat snap ik. Dat is... Nou, vooruit, dan vergeet ik het deze keer. Ik bedoel, ze wordt nooit boos en ze gelooft echt alles wat je zegt. Yeah. Ze vinden haar echt een rare softie. Hey! Hallo, hoi. Gijs. Ze heeft taart meegenomen, dus er is ook wat voor jou in de keuken. Ik ga maar. Ja. Ja. Oké. Okay. Tot donderdag. Ja, oké. Okay. Ja? Die Marijke, hè? Zijn jullie nu vriendin of zo? Denk het wel. Het klikt wel of zo, dus. Ik mag altijd alles vragen aan mama. We vinden elkaar wel gewoon leuk of zo. Of vrouw gehad? Zou je het erg vinden? Nee, helemaal niet. Ik weet ook helemaal niet. Moet je dan precies op mannen en vrouwen vallen? Ik bedoel, is het vloeibaar ja, of zo? Je kan ook gewoon bi zijn. Zo heet dat. Ja. Moet je dat zien? Nou, oeh. Ja, ik wist helemaal niet dat Lotte op meiden viel. Lotte is een pot. Heteroverkering is eigenlijk saai. Anders zouden mensen die gay zijn het ook niet zo moeilijk vinden om uit de kast te komen. Trouwens, Steenkamp is zo ouderwets. Mijn moeder is echt niet zo saai als ze denkt, hoor. Nee, bijvoorbeeld afspreken met een vriendin. Ik weet niet wat ze doet op haar dates, maar dat hoef ik ook verder niet te weten. Dat je iets gaat doen met iemand die je leuk vindt. Is jouw moeder gay? Ja. Of... Klopt het dat u lesbisch bent? Dat is helemaal niet zo. Sukkel. Gijs! Wat was dat trouwens in de klas? Wat deed je? Hoezo ga je tegen iedereen zitten vertellen dat ik lesbisch ben? Ik vond het gewoon raar dat mijn moeder deed alsof het iets was om je voor te schamen. Ik weet gewoon nog niet wat ik ben. Ik weet niet of ik lesbisch ben of biseksueel of wat dan ook. Ja, en dat het cool is, dat boeit me ook niet. Oké. Fijn in ieder geval om te weten dat je er oké mee bent. Dus dat zou ik inderdaad ook niet heel fijn vinden. Nee. Ja, goed. Ja. Aan je huiswerk nu. Dicht. Oké. Ik snap niet waarom mensen het interessant vinden om te weten of je op jongens of meisjes of wat dan ook valt. Dat doet toch niemand? Of jezelf?